En hallo dames en heren, kijkers van de YOLO Gamer. Ben er weer vandaag. Dit is dezelfde dag als dat episode 7 is opgenomen. En we gaan weer verder. We zijn al bijna. Yes! De inner key. Oh, wacht, er waren... Die scrolls zijn veel moeilijker te vinden nu. De inner key, you're close to... Oké, dus we zijn bijna... We zijn heel dicht in de buurt. Wat zijn die scarabeeën? En holy shit. Oh, ik wil dat ding. Dit in deze. Oh mijn god, dus deze ding kunnen ze gek maken. En wat is dit? Is. Oh shit. Oké, deze insecten wil ik eten kortom alles met huid en haar op. Dus als je een dode wil verstoppen of niet laat zien, you know, kites doen. Quickly and sign. Disabled enemy. Ah. Dat kan ik gebruiken dus als ik dit gebruik. En upgrade your footwear. To lessen, huh? Wacht even. These tabby, made of silk and the lightest reeds, will reduce the noise you make when you run. Oh, dat kan heel anders zijn. Oké, dat kan ook heel erg anders zijn. Kortom, ik denk dat ik misschien zelfs wat moet replayen, maar nee. Maar deze wil ik, of deze, dus... Maar laten we nog even verder gaan. Here we go! En hadden we niet nog wat moeten unlocken, zoals hier of zo? Nou ja, daar gaan we weer dan. Zo, en... Zo. Ja, dit is wel goed. So nice to see the moonlight again. Ja! Eindelijk zijn we daarvan weg. Oh ja, kijk, zo test je helikopter, bla bla. Hoe de fuck moet ik dat tweede doen? Hoe moet ik zorgen dat een bange guard een andere guard schiet? Oh, that's fair. Snel. Before you try to catch him, cut off his escape routes. And watch out. Looks like his best troops are on patrol. They won't be easy to take down, so do your best to sneak past them. Shut. So. Die verstoppen we wel hieronder. Zo. Oké, we kunnen dit. Oh shit, we hebben nog maar één leven. En waarom zijn al die artifacts katten? Als iemand me dat kan uitleggen. Voorzichtig. Kijk of hij... Oh, jij bent dom, jongen. Dood. Nice. Oh, nice. It's nice in the or on the ice. Oké, dus daar zit een sniper. Leuk om te weten. Nu weet ik waar je bent. Je bent zo dood, jongen. Sharp. Wacht eens even, ik wil het proberen. Oh shit, het werkt! Awesome. Wat kan... Oh, ik zie het al. Ik kan dit hier. Ik weet niet wat voor met dit had. Per se, maar goed. Ah, nu zie ik het. Shuck. Bed spray. Because why not? Zo, verstopt. Goed genoeg voor mij. Lol. Oké, daar is niemand nog zo te zien. Ook niemand zo te zien, volgens dit.
even. Kunnen we ze zo pakken? Oh, awesome. Yep. Hallo. Oké, dat werkt dus niet helemaal zoals ik hoopte. Wel een beetje snel doen. Zo. Dat ze dat niet kunnen zien. Kom dan. Yep. Dan. Ik verstop hem wel even. Oh shit. Dat was close, jongens. Daar gaan we voor. Yep. Dit gaat lekker. Oké, daar zit dus nog één. Er zit daar. Chuck. Yep, awesome abilities. Ben de meeste ninja. Wedden dat ik zo word gedood. En dit zag ik. Dus als het goed is, moet daarin zitten, juist. Chuck. Oh, dat is ook goed. Sharp. Oké, één iemand verzeurt wel wat of zo. Maar hoe erg kan dat zijn? Ik bedoel, er stopt bijna niemand even. Toch? Tenminste, dat hoop ik. Oh shit. He's gonna get it, son. Oh damn. Oh nee, verkeerd. Totaal verkeerd. Oh kom op. Hè? Oké, wat is er nog meer hier? Kortom, ik kan eigenlijk dit doen. Tja. En ik kom er ook nog heel erg mooi mee weg. Perfect. Dit gaat helemaal op rolletjes. Oh, en dan is hij helemaal erbij. Komt helemaal mooi. Ah, ver genoeg. Want kijk, dan kan ik ook gewoon dit doen. Shark. Volgens mij ben ik nog niet één keer tenminste gespot. Waar moet ik... Kan je naar boven daar komen? Nope. Jammer, maar goed. We zijn al best ver in één keer. Ik heb dit level ook nog nooit gespeeld. Al deze levels heb ik bijna nog nooit gespeeld. Dus ik weet knap dat ik zo goed doe nu. Ah. Nice. Alle secrets. Ja, je hoort het goed. Le secrets. Even kijken of er verder nog wat is. Waar zit de guard, is de vraag. En ja, het punt is dat daar ook dus een zit.
eens kijken. Ik ben benieuwd. Zij een van het horen. Ja. Weet dat, oh ja, wacht even. Ben nog bezig. Ja, sorry, dames en heren, voor het storen daarvan en zo. Eens even kijken. Oh shit. We doen dit voorzichtig, want we willen dit wel goed doen, hè? Oké. Ik denk dat de truc het volgende is. Oh, dat meen je niet. Meen je dat? Letterlijk. Oh, god. Dit meen je niet, bullshit. Nou ja, heeft me wel weer een mijn bespaard. Kijken of ik dat kan. God. Oh shit. Oké. Dat is leuk, Sco, dat je Peter terecht gaat komen. Ik kan hem zeker. Wacht, ik had het zeker met hem moeten regelen. God fucking damn it. Kom dan. Hij is helemaal compleet bang, lol. Wauw. Oh god, no. Oh, de horror. Dit kan wel heel eventjes nog duren. Shock. Maar je bent een guard. Je bent toch getraind voor dat soort shit? Nou ja, blijkbaar dus niet goed genoeg getraind of zo. That guy looks tough. Even a surprise attack might not bring him down. You'll need to daze him somehow before you move in for the kill. Weet ik? Oeh. Hij ziet me zo gelijk, zo. Kijk of dit werkt. Oh shit, dat meen je niet. Die gast moet wel heel sterk zijn. Shock. Jesus. Zo, even een lokken. Jesus, die gast was sterk. Ik weet niet of mij dat juist helpt. Oh, dus hij heeft elke martial arts getraind. Oh, wat leuk. Smokebomb. Meen je dat? Nee, ik word niet gekild door zo'n gast, maar door een fucking miserige guard. Nou, dan kill ik hem wel eerst. Kom op. Zorg alsjeblieft dat hij buiten westerse dakken kan doden. Oh shit, verkeerd. Gaan we dit weer doen? Zo, alsjeblieft. Oké, we moeten dit goed doen. Oh, verdomme! Ga alsjeblieft gewoon dood. Kut, elite guard. Krijg kleren. Dat dit, hij kan, diegene kan echt kleren krijgen. Een mopke. Scared my ass. Hier doen we dit. Ja. There he is.
kom op. Hup. Vertel me alsjeblieft dat ik... Shit! Kom op. Son of a bitch! Sjaak. We kunnen kortom niet voor heel wachten met hem. Kom op. Eindelijk, Jesus Christ. Wacht. Wat? Ik had hem al die tijd op... Nou, op die manier ben ik tenminste meer een badass. Daar hou ik het op. Klaar. Fucking God. Oké, ik kijk voortaan wel meer weten om mijn omgeving heen. Kan ik hem... Draw body... Oh shit. Dat was totaal niet wat ik wilde. Waarom gaan deze dingen gewoon niet zoals ik wil soms? Oh wacht, het zijn meerdere guards. Oh shit. Ik zie daar wel dat die scroll daar is. Ik zeg dat ik het volgende doe. My violence. Shit, shit. Oh mijn god, dat ging dus niet goed. Oké, we kunnen dit. Wat de hel? Oké, dus om te beginnen, we doden hem wel. Maar voor de zekerheid en veiligheid brengen we hem wel hierin. Hoe doe je dit dan? Is mijn vraag. Oh, ik denk zo. Ah. Ah, god. Oké, dus ik moet die guard nog uitschakelen. Sjak. Klopt. Zo. Oh shit. Oh, dat ging dit keer wel goed, jongens. We kunnen dit. Oké. Nu gaan we hierin. Oké, het gaat goed. Alles gaat goed. Oh shit. Dus eigenlijk moeten we dit doen. En dan doen we dit en zo. Dus, oké. Ah, een checkpoint. Nice. Misschien... Wat zal ik doen? Ik wil... Oh, dit zijn allemaal coole dingen. Dit is erg handig. Maar dit kan ook wel... handig zijn. Ik denk dat ik dit doe. Want dan kan ik gewoon dit doen. Dit. En dan kan ik mensen gek maken en zo. Oeps. Sorry, sloot om de tafel. En zo'n geheime opdracht of challenge of wat dan ook. Waarschijnlijk met lasers. Oh god. Oh dear god. Combat still not without their users. Ik denk dat ik er eentje in elk geval extra nodig zal hebben ofzo. Dus ik doe dan dit, als ik het goed heb. Ah, en dan breng ik deze. Volgens mij heb ik het bijna al gelijk goed gedaan.
Nee, wacht. Er staat daar een deur voor. Oh nee, gewoon zo is goed. Ik denk dat als ik dit doe, dan open deze deur. Juist. Oké, dan pak ik deze wel. Want dan kan ik die ander nog gebruiken. Doen we dit zo. En zo. Nee. Ik wil deze graag zo. Juist. Dus dit is gewoon tot zo. En doen we dus zoiets. Oh, voorzichtig. Ik raak door mannetjes heen. Ik vang er nu alleen af. Wat doe ik hier precies? Is er ergens een... Wat doe ik hier verkeerd? Is er ergens nog een hendel of zo? Oh nee, ik snap het al. Dus zo doe ik dat. En uiteindelijk... moet ik dus zoiets doen. Maar hoe de... Ik denk dat ik het al weet. Ik heb gewoon nog een lichaam nodig. Wat best wel raar en creepy tegelijkertijd klinkt als ik het zelf zeg. Yep. Zo, zo. Dit is trouwens de eerste keer dat ik ook deze puzzel doe. Dus dit gaat best wel goed. Rennen, zo. Rennen naar via boven. En tada! Poeh. Dus ik denk dat we dan zo naar boven gaan als het goed is. Yep, shark. Emperor's Abyss. Oh shit, ik wist niet dat het een elite guard was. Shark. Zo. Oké. Oké, dat was net op tijd. Kantje boord, zoals ze dat zeggen. Nee, geen fucking alweer als je alarm zou hebben geslagen. Shock. Kom op. Val neer. God freaking. Kom op. Shock. Oh my god. Oh my god, OMG.
Hierna ga ik denk ik wel even rust nemen. En ik had trouwens, ik probeer trouwens om het allemaal in één dag te doen, maar ik denk dat het niet gaat lukken. We can either take out the pilot or destroy the fuel pump. Either way, he'll be trapped like a rat he is. Zo, dat is de helikopter. Nou, dan gaan we wel de helikopter proberen. Hoosh! Waar heb ik steeds van die close dingen? Dat het net een kantje woord is. Oké, en dat moet dan zo. En die moet dan zo. En dan weer zo. Zodat we weer zo kunnen doen. En dan shak. Oh, ik vind het heerlijk. Het is gewoon heel mooi hoe het eruit ziet, die doodanimatie van shak. Oké, hoe doe ik dit? Wat zie ik over het hoofd? Misschien had ik die poison upgrade moeten kopen, toch? En hij wordt heel erg boos en shit. Ik weet niet of dat helpt. Yep. Karajan is cornered. It's time to finish him. Waar? Oké, nu moet hij links. Oké, dat werkte dus eigenlijk best wel goed. Tot mijn verbazing. Heel goed zelfs. Zo zie je maar, ik had het niet voor niks gekocht, zou je kunnen zeggen. Yeah, we got a man down. Shock. Zo, hopelijk kan ik hem hierdoor doden. Kom. Kom op. Kom hier. Gelukkig kan hij niks doen. Maar voor de zekerheid voor de volgende keer. Is dat in elk geval. De kak in elk geval heel veilig met dingen doen. Want dat was niet zoals ik het had echt gepland, maar goed. Zijn nog. Nee, ik heb alles gedaan. Nou, ik heb alle seals. Nice. Shark. Ik laat hem daar liggen, want misschien heb ik hem nog nodig. Is er een secret of zo hier? Yep. Ravens, rush me to my end. Oh shit. Nou, we doen best goed deze episode. Yep. En yep. Oh, cutscene! You! All of you! Guard me with your lives! Echt, iedereen lijkt ook hetzelfde. Nu moet je voorstellen, weet je wel, dat hij is van... Het is van maar één ninja. Zie je... Kijk, en dat gebeurt er nou als je dat zegt, bitch.
Nou, het was... Oh, dat ziet er best cool uit. Nou, dat was het weer voor deze episode van Mark of the Ninja. De volgende keer gaan we het einde... De blade as at his neck doen. Dat wil zeggen een zwaard aan zijn nek. Ik ben best wel trots op mezelf voor dat deze episode best wel goed ging. Want ik had dit nog nooit gedaan. Dus ik heb zoiets van, wow, perfect run één keer. Behalve dan dat ik een derde dingetje niet kreeg. Maar voor de rest wel goed. Dus ik bedank jullie allemaal, dames en heren, voor het kijken weer naar een nieuwe episode van de YOLO Gamer. En van Mark of Ninja. We zijn bijna klaar met dit. Ik ga waarschijnlijk niet de DLC doen. Misschien ooit wel eens. Misschien ooit niet. Ik weet niet. In elk geval, ik hoop dat jullie een hele fijne dag nog hebben. De volgende keer komt de laatste episode. Doei!